Yo, kijkers, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Davy Visser Team. We vertrekken zo meteen naar het oosten van het land om 2 nachtjes te vissen met Jelmer, a.k.a. Twin Carpanel. Je kent hem wel. Op WhatsApp klonk het allemaal heel leuk. Lekker 2 nachtjes vissen met Jelmer. Video voor ons kanaal, video voor Jelmer. Maar zo achteraf, nu het erop aankomt, begint het toch wel lastig te worden. Kom maar mee, ik ga het jullie laten zien. Hé, hey, daar, wat is dit dan? Dat is een van allemaal lekkere wijfies. Net Savannah. Kijk, daar zijn we dan. Ik heb hier de grote hippie backpack van mijn ouders. Nou, dat heb ik zeker weten nog niet om gehad. Die zit helemaal vol met slaapzak, kussen, kleren. Ik heb hier een matje met steuntjes, met warfies, dat is wel handig voor in de trein. En we mogen lekker 2,5 uur gaan reizen, dus het gaat nog wel een opgave worden. Maar we komen er wel. Ik zie jullie zo. Ik ga naar het station toe. En het wordt wat. Daar heb je hem dan. Nou, het gaat wel worden, maar alle spullen zitten erin. Ik kan gelukkig een tentje van jou maar lenen. Ik moet helaas wel op een matje slapen 2 nachten. Maar we zijn ingepakt. We gaan lekker naar het station toe. En dan mag ik lekker 2,5 uur in de trein zitten. En toch wel handig zo, die dwarfies. Lekker kort. Geen lang materiaal mee in de trein. En dan heb je mooi. Yo, mijn Simmers! Ja, ja, maat. Hoe is het ermee? Ja, lekker, man. Kijk, deze scouting boy. Oh, jij hebt hem wel pakken, man. Ja, dat lijkt er wel op, hè. Zo, ik kom staan naar binnen, gek. Ja, is goed, man. Het begint te regenen. Zo, alle tering. Zo liggen eigenlijk in de auto. Het begint net met regenen. Dus ik altijd wat, hè. Ja, hi, makketje! Daar heb je mooi. Ja, lekker, man. Met jou? Ja, lekker, man. Twin Carpanel. We gaan 2 dagjes vissen, hè? Ja, gek. Wel wat wel lekker. En je hebt de 11.000 abonnees. Lekker, ja, lekker. Lekker. Sowieso. Het wordt 3 graden s'nachts. Regen. Kut weer. Ja, het is niet echt heel lekker. Jij slaapt tenminste niet op de grond. Nee, maar jij moet inderdaad. Ja, ik heb een tentje voor je. Ja, en een grondcel dus. Oké. Dat was wel fijn. We gaan het zien. Het is weer lekker aan het regenen en we hebben even een verse inkoop gedaan. We gaan gewoon lekker rustig aan doen, want het is zo vies weer dat we denken van... Ja. We doen rustig aan, als straks als het droog is gaan we volle bak werken. Je weet toch, hopelijk voor 8 uur de hengels in. Heel lang niet gezien. Dago. Hey. Wie is dat, Koda? Wie is dat? Wie is dat? Hey. Hey. Hey, lieve Dago. Oké, nou, het heeft even geduurd, maar alles zit erin. Ja, ja. Kleine bootje ook opgepompt. Kunnen gaan. Ja, toch. Touw los. We gaan met die banaan. Hoe zit dit? Ja, ja. Ah, kijk eens. Hoppa. Hop, oké. Lekker, we gaan. Regendruppels, zo. Lekker, joh. Lekker, man. Voorvoeren van morgen, hè? 5 tekjes aanvoeren. Video komt op jouw kanaal, de video van morgen, hè? Ja. We gaan 2 verschillende stekken bevissen. Vannacht sowieso een mooi stekje en morgen terug naar een welbekende stek. Ja, toch lekker smijten met de schep. Lekker, man. Checka. Fucking mooi is die, gek. Een van mijn favoriete stekjes. Het blijft me gooien met het voer. Het is ongelooflijk. What the fuck? We zijn net klaar met voeren vanmorgen. Wat ligt hier, jongen? Ja, een meerval, maar. Kijk dan. Er is niet veel meer van over. Een fucking dode meerval. Maar alleen nog maar zijn skelet. Maar ligt hij er al wel een tijdje? Hij ligt er zeker een tijdje. We zijn er, we zijn er, we zijn er. Goed. Lekker stekkie, lekker beschut. Heerlijk. Heerlijk, niemand die ons ziet. Word je echt niet vrolijk van die regen? Nou, nee, het is droog. Heb je niet koud? Ja, wel, maar het is wel droog tenminste. Ja, ja. Ja, dat zijn ze. Zo, ik schiet me dood. De hengeltjes zijn baasd. Mijn hengeltjes. Zo, hey, kap jij. Hey, gekke disco hier zo. Antidistal, hier staan de hengeltjes van jou, hè. Kijk, prachtig. Ook allemaal baasd.
Allemaal klaar voor. Hey, joh, waar vissen we vandaag mee? Ja, dat is eigenlijk een hengeltje die we stiekem op Merval gaan vissen. Op zich wel leuk om een keer. Ja, op zich wel lachen. Een dikke Merval voor camera te krijgen als het gaat lukken. Maar in principe is dit het voertje waarmee we de karpers proberen aan te spreken. Ja, toch, je hebt lekker voorgevoerd? Nee, eigenlijk niet. Dit is echt instant nachtje. De andere stek waar we morgen heen gaan, daar hebben we wel ziekelijk voor gevoerd. Dus, kijk. Ja, toch? Nou, we gaan het gewoon lekker proberen. Helmetje gaan het water en jij gaat ze uitlopen. Die van mij worden even uitgevaren. Ja. Dan gaan we even lekker bakken, denk ik. Yes, daar staat hij aan. De man. Jonge Simmers. Verstopt tussen het riet. Een hengeltje uitlopen. Ja, toch? Het is een heel ondiep stuk, dus ik kan hem hier prima met een kraakpad uitlopen. Perfect, hè? Ziet er mooi uit. Succes. Dankjewel, man. Hey, joh, wat is aan de hand? Ja, waadpakje lek. Waadpakje lek. Ik heb hem geplakt, maar loopt er toch doorheen. Helaas pindakaas. Dus ja, het is even denken. Ik denk dat we goed gaan uitwerpen en vanaf de kant een beetje gaan voeren. Ja, echt? Ja. Zo, betere camera. Jij hoor je die op je hoofd? Ja, doe maar. Ja, maar ja. Moet ik gooien? Nee. Heel kijk wat ik voor vis is. Wat denk je? Wel kachtig volgens mij. Ja, hij zit erin. Zo. Hij is vol door de andere lijn heen gezwommen. De vis is 15 kilo, want hij gaf 19 aan en dit geeft nu ongeveer 4 aan. 4 kilo, oh, wat ga ik weer bijna weg, hoe kan dat nou? Kijk. Ja, die weegschaal van mij is naar de donder. Maar je kan hem ook niet verstellen ofzo, hè? Nee. Voordat mensen gaan zeggen, je hebt ik heb het zo lang niet gebruikt, maar ik heb laatst wel 5 zakken van 2,5 kilo eraan gehangen en toen gaf hij wel precies 12,5 aan. Dus hij is nog wel redelijk nauwkeurig, denk ik. Maar ik moet ja, maar wel vervelend, we zijn echt weer de goede vergeten allebei. Ja, drama. Echt drama. Maar je weet ongeveer een beetje zo waar hij is. Ja. Ja, daar is die hoor. De man, de eerste vis van de sessie. Hij is fucking mooi. Oude bestand of niet? Ja, ik denk hem te herkennen. Ik weet het niet of het zeker. Laat de andere kant eens zien. Zo. Maar wat een kracht is. Hij is super mooi. Beauty. Nou, mooie foto's geschoten. Gaan we even zwemmen. Ja toch, lekker! Ik zie bijna. Ik zie bijna het fucking water in, Rick. Ja, ik denk even leuk filmen hoe we nou onze stek toe moeten. Tief ik bijna die boot uit. Nou, we wouden dus bijna gaan avondeten, dames en heren. Vond jammer in één keer een dikke vis. Nu even kijken hoe zwaar de mat is. Jammer gaat zo lekker zijn, want je ingooien. En dan gaan we lekker avondeten, denk ik. Nou, dames en heren, tijd om te gaan slapen. De spulletjes worden in de tent gezet. En moet je eens even komen kijken wat een mooie creatie. Die staat hier zo. Een zelfgebouwde stretcher, jawel. En een stoeltje, een paar emmers. Aan deze kant. Ik geloof mijn emmers en tackleboxen. Met op een matje. Lekker voor elkaar. Ja, beter dan op de grond. Het wordt fucking koud vandaag. Stretcher in de trein meenemen, dat ging niet, hè? Nee, dat ging helaas niet. Maar zo komen we ook wel. Ja, sowieso. Maar ja, ik zou zeggen, slaap lekker. Jij hebt al eentje gevangen. Ja, man. Vandaag komt er sowieso nog wel eentje uit, denk ik. Gaat sowieso goed komen. Zien we zelf met een kromme hengel, hè? Ja, het gaat regenen, gek. Ja, dat is wel lekker. Goeie opstandigheid, toch? Een piepjes, misschien nog een brazem. We zullen zien. We gaan het zien. Fijne avond. Heel. Zo, goedemorgen dames en heren. Het is een uurtje of 9. We zijn net wakker. Ja, en daar heb je hem hoor. De man. We zijn alles gelijk aan het inpakken. Het is niks meer geworden vannacht helaas. Niks gebeurd, hè? Helaas pindakaas. Maar ja, wel een dikke vis voor jou. Dikke 30, hè? Ja, daar ben ik echt blij mee. Sowieso, maar ik had verwacht dat de Daan nog gewoon helemaal zou aflopen. Ja toch, en tot onze grote verbazing. Is het lekker weer weliswaar, het zonnetje schijnt. Dat is echt chill. Dus, wat we gaan doen is gelijk de spullen inpakken. Alles de boot in.
Boodschappen? Boodschappen, dat is belangrijk. We hadden echt een volle doos, maar die is alweer op. Waar staat die? Daar zo. Ja, nou, helaas. Vond je nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Elke dinsdag een nieuwe video. Voor 2020. 20.000 abonnees. Gaan we alle drie kaal? Ja. Gaat gebeuren. Bij 25.000 gaat Jelmer ook kaal. Ja. En we gaan nu onderweg naar de volgende sec, waar Jelmer fucking veel gevoerd heeft. Dat gaat veel beloven, denk ik. We gaan echt dikke vissen vangen. Dus voor de volgende video moet je bij Jelmer zijn. Twincar.nl. Wanneer komt u online, joh? Ik denk over 2 weken, 1,5 week. Deze komt volgens mij 20 mei. Ja, ongeveer 20 mei, 21 mei. Ja, dat komt bijna een weekje later. Best. Misschien staat hij al online, ik weet het niet, maar gewoon even checken. Nou, bedankt voor het kijken van de video. En we zien jullie bij de volgende video. Later. Lata.